Ik heb al jarenlang last van angstklachten. Hoe train ik mijn brein hiervan af? Neuroplasticiteit is ook dat je bepaalde neurale paden... die in je, tijdens je angst zeg maar, geactiveerd worden... dat je die ook kunt ombuigen naar minder vervelende neurale paden... zodat je je angst kunt overwinnen. En het grappige is dat die centra, die kan je ook heel erg trainen. Dus er is echt een klassieke studie van taxichauffeurs in Londen. Op het moment dat je dus als een gek gaat lopen ploppen en daar heel veel mee bezig bent met die plattegrond... Dan creëer je daadwerkelijk meer volume in die hersengebieden om die skills die je dan dus opdoet daadwerkelijk toe te passen. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, Mind Body Arts. En naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Ik heb al jarenlang last van angstklachten. Hoe train ik mijn brein hiervan af? Klinkt. Klinkt als een hele mooie vraag. Ja, ja heel, heel mooi inderdaad. En ik weet nog wel dat um, in mijn studie in neuropsychologie. toen kreeg je ook heel vaak de vraag van: hey, kan je je brein echt trainen? En dat er dan dus ook de misvatting was dat mensen van die uh, breinspelletjes gingen doen. Ben je dat ooit tegengekomen in je leven? Breinspelletjes? Ja, dat, dat mensen dan eigenlijk de angst hadden dat hun brein achteruit zou gaan. En dat ze dan allerlei intelligente breinspelletjes gingen doen. in de hoop dat ze hun brein dan als het ware konden gaan trainen. Net als dat je bijvoorbeeld een bepaalde spier traint. Dus dat waren van die memory-achtige spelletjes. in de hoop dat je je geheugen dan kon trainen. om je brein te trainen om, uh, om beter te worden. Ja, ik ken het wel met je cerebellum trainen. Dus met je ruimtelijke visie trainen. Dus dan moet je met je muis zeg maar heel snel op knopjes drukken. en dan kun je je reflexen en je ruimtelijk inzicht trainen. Oh, wat grappig. Ja, ja, en gamen natuurlijk. Daarmee train je de, de oog-handcoördinatie. De ja. Yeah, yeah. Maar grappig is dus dat dat eigenlijk een misvatting was. Want het brein werkt dus wel zo in die manier... dat het is niet per se een spier die je alleen maar kan trainen. Dus het is niet dat als je een paar memory spelletjes doet... dat je geheugen effectief een stuk beter wordt. Um, en, en dat was wel een hele slimme manier... waarop die marketingmensen dan eigenlijk um, omgingen... met een angst die mensen hadden dat hun brein achteruit ging. Ah. En, um, maar tegelijkertijd zijn er dingen die je natuurlijk ook wel kan doen. Ja. ja, want jij hebt het dus eigenlijk over neuroplasticiteit, denk ik, hè? Ja, en je okay. hebt ook dingen die inderdaad wel kunnen helpen daarin. Ja. ja, want laten we daar maar mee beginnen. Wat, wat houdt, als neuropsycholoog of neurowetenschapper zijnde, uh, wat houdt neuroplasticiteit nou precies in? Nou, neuroplasticiteit, dat is dus eigenlijk het idee, kijk, de meeste cellen van je lichaam, uh, op het moment dat een cel doodgaat, dan blijft het dood, als het ware. Dus er is, um, ik zeg maar, als je naar het brein kijkt, uh, je hebt niet een regeneratie van nieuwe cellen. Je wordt geboren met een aantal, een x aantal neuronen. Volgens mij zit dat in de miljarden. En op het moment dat die, uh, dat die neuronen doodgaan, op de meeste plekken van je brein krijg je niet zomaar nieuwe neuronen. Ja. Alleen er is één kleine locatie van het brein. En ik pak hem er eventjes bij. Ja. Even zien, dat is de hippocampus en dat is een gebiedje dat zit hier middenachter. En dat heet hippocampus omdat het lijkt op een zeepaardje. Ja. Dus wat neurowetenschappers doen, die gaan het brein open snijden en die denken van... hé, hey, dit gebiedje dat kennen we nog niet. En die gaan dan kijken naar de vorm van dat gebiedje en op het moment dat die lijkt op iets waar je het aan doet denken... dan geef je dat die naam. Dus amygdala, dat is uh, vernoemd naar een amandelkern omdat die er zo uitziet. Ja. En de hippocampus naar een zeepaardje. Maar de hippocampus is dus een onderdeel van het geheugen, uh, waarin je vooral nieuwe informatie aanleert. En wat ze dus hebben gezien is dat er dus neurogenesis is. En dat betekent dan het creëren van nieuwe neuronen in de hippocampus als enige uitzondering op die regel dat er geen nieuwe neuronen worden gecreëerd. Wat interessant, want inderdaad stel je voor, je breekt bijvoorbeeld je been, je breekt je, 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 je onderbeen, om het even zo te noemen, dat bot dat is gebroken. Ontstaat eigenlijk nieuw botweefsel. Mm -hmm. Dat vormt zich daaromheen. En dat plakt zich aan elkaar vast, dan eventjes om het zo te noemen. Maar er ontstaan heel veel nieuwe cellen. Hetzelfde met bijvoorbeeld je lever. Als je daar een deel van weghaalt, soms groeit er ook weer een deel aan vast. Ons, ons lichaam is in ieder geval heel erg regeneratief. Maar je zegt dus dat het brein daar minder goed in is. Want wat mij ook wel opvalt is. Uh, we hebben best zoveel. Uh, ik heb best wel veel hersenscans gedaan. Op de Spoedeisende Hulp, maar ook ja. als, als huisarts. En je zag dan ook inderdaad dat mensen met oude. Infarcten of uh, oude hersenbloedingen. Dat, dat daar niet echt nieuw brein voor terugkwam, als het ware. Het wel een beetje natuurlijk. Je had littekenweefsel, want dat moet zich vullen op een of andere manier. Yeah. Maar het is niet dat je brein zich weer helemaal regenereert. Nee, precies. Dus dat is ook wat je dan uh, atrofie noemt. En dat is dan het sterven van hersenweefsel. Dus ik heb ook uh, in mijn tijd in Cambridge, heb ik uh, nou een jaar lang alleen maar naar hersenscans gekeken. Leuk. Ja, nou het was, het was wel heel leuk inderdaad. Af en toe moest je het dan ook zelf gaan bijkleuren voor je wetenschappelijke analyses. Dus dan moest je dat zelf, uh, eigenlijk als een kleurplaat, moest je dan de lijntjes zelf handmatig gaan omlijnen mm -hmm. om die data goed te kunnen gebruiken. Uh, maar wat je dus eigenlijk ook ziet is naarmate een brein ouder wordt, dan uh, vermindert het hersenweefsel. Dus je ziet eigenlijk een, een normaal brein ziet eruit als een, nou, een hele goed gevulde walnoot, om het zo maar te zeggen. En naarmate het ouder wordt, dan krijgt die walnut kreeg steeds van die diepere groeven. Dus dan ziet het er gewoon wat kalig uit. Yeah. En dat is dus ook in het kader van dementie en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Dan wil je dus eigenlijk altijd kijken van, hey, op het moment dat je dement bent, is dat dan erger dan een normaal ouder wordend brein? Want normaal ja. dan neemt je brein al wat af in volume en um, in weefsel. En dan wil je dus eigenlijk, en bij dementie, dan neemt dat nog sterker af. Ja. Dus je moet het niet vergelijken met hoe je brein eruit zag op het moment dat je dertig was. Nee, precies. En dan is het ook een beetje de vraag: waar degenereert het het meest? Want dan kan je differentiëren tussen Parkinson, Alzheimer en, en al die andere dementieën. Ja. Maar het is dus heel interessant. Dus, dus wat jij zegt is dus eigenlijk: neuroplasticiteit, dat inhoudt is dat ons brein dat regenereert zich niet. Daar was je, daar, de, de, ja. Of ja, het creëert niet echt veel meer nieuwe cellen. Ja, en dat is mijn vraag misschien ook aan jou. Kijk, um, hoe ik het in het kader van het brein. Um, dan heeft het over neurogenese, ze dus zegt de nieuwe cellen creëren. Want is het dan in het lichaam zo dat er echt nieuwe cellen gecreëerd worden op plekken waar voorheen geen cellen waren? Of is het meer dat als cellen doodgaan, dat op diezelfde plek nieuwe cellen komen? Ja, dat is een heel complex proces. Ja. Want daar komen. Ik herinner me dit nog, dit was volgens mij jaar twee of jaar drie. Had je ja, natural killer cells en je had regeneratiecellen. Dat is ontzettend complex. En ja. ik denk dat onze luisteraar niet heeft gevraagd naar, uh, nee. naar, naar dit soort uh, ellende. Want dit is echt heel complex. En moet je ook eerlijk zeggen, als arts zijn al die minicelletjes, interleukines, complementsystemen, al die systemen, dat is echt, dat moet je leren als arts. Maar geloof me, als je negen of de tien artsen vraagt die jarenlang in het vak zitten, die denken ook van ja, maar wat heb ik hier aan? Aan die, die micro-science, uh, micro om het even zo te noemen. Ja. Maar terugkomend op neuroplasticiteit. Want neuroplasticiteit eigenlijk, ik kan het misschien wat simpeler uitleggen... is gewoon het, 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 het vermogen van ons brein om dingen te leren. Ja, dus dat aanpassen, dat, dat vindt daadwerkelijk plaats. Hè? Dus op het moment dat er schade is, dan komen er weer plekken terug. En uh, je brein die past zich wel daadwerkelijk aan. Dus het gaat meer over dat in, ja, het geheugen is een uitzonderingspositie... en dat het echt cellen creëert uit het niets... Maar de rest van het brein is ook goed in staat om zich aan te passen aan de hand van situaties. Yeah. Dus er gebeurt gewoon heel veel in dat brein. En dat noem je neuroplasticiteit. En dat kan zowel in de positieve zin gebeuren, dus dat op het moment dat jij um, nou, positieve gedachten hebt, uh, zin hebt in de toekomst, veel nieuwe ervaringen opdoen, dan, uh, nou, dan komen er nieuwe cellen bij. Mm -hmm. uh, en het kan dus ook in de negatieve zin, dat op het moment dat er heel veel angst is en dat er... Uh, dat je heel depressief bent of dat je heftige trauma's hebt meegemaakt, dan kan het brein zich dus ook in de negatieve zin daarop aanpassen. Ja, en dat heeft denk ik ook niet echt veel met cellen te maken, maar meer met de neurale paden die jouw brein creëert en kan aanpassen. Ja, zeker. Dus stel zeker. Je, het is eigenlijk een soort van computer, hè, ons brein. Dus stel je voor dat jij uh, een, ooit gebeten bent door een hond, nou, je hebt, dan ben je misschien bang voor viervoeters. Dus als jij een viervoeter ziet in het donker, dan gaat, je, gaat dat door naar je amygdala, naar je angstsysteem. En je lichaam creëert eigenlijk een soort van angstcyclus voor viervoeters. Maar ons brein is dermate neuroplastisch, dat je dat ook kunt trainen. Dat als jij een viervoeter ziet, dat je dan een ander pad op gaat en denkt van... ...hé, hey, maar niet alle viervoeters die bijten. Niet alle viervoeters zijn gevaarlijk. Het was toevallig een rotweiler die los was van zijn baas, maar deze zit aan een lijn. Het valt mee, we hoeven niet het angstcentrum in. Dus je creëert een nieuw pad. Dus dat is ook denk ik, ook om te kijken naar de vraag van de luisteraar. Neuroplasticiteit is ook dat je bepaalde neurale paden die in je, tijdens je angst zeg maar, geactiveerd worden, dat je die ook kunt ombuigen naar minder vervelende neurale paden. zodat je je angst kunt overwinnen. Ja, 100%. 100%. En het grappige is dat, dat, dat die centra die kan je ook heel erg trainen. Dus er is echt een klassieke studie van taxichauffeurs in Londen. En vroeger, voor de TomTom -tom en alle zaken, dan moesten zij dus de hele plattegrond van Londen uit hun hoofd leren. En hoe weet jij, want jij, jij bent daar een paar keer geweest, toch? Ja, dat, dat... Londen is groot. Ja, is het, het is uh, eventjes uh, qua Amsterdam en Londen. Hoe, 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 hoe vaak past dat erin? Of heb je daar enige ervaring in? Volgens mij in Londen wonen er meer dan een miljoen mensen, denk ik. Ja, veel meer dan een miljoen. Het zat een beetje afhankelijk van of je de voorsteden meetelt. Ah, ja. maar Amsterdam is minder dan een miljoen. En Londen zou je eerder aan 10 miljoen denken. Maar okay, misschien dus... dat onze luisteraar een comment kan geven als ja. zij het op Wikipedia hebben opgezocht. Voor de topografie fans, uh, laat even weten hoeveel keer groter Londen is dan uh, Amsterdam. Maar in ieder geval denk jij mi mi minimaal vijf of tien keer groter dan Amsterdam. Even... Ja, zeker als je de voorsteden meerekent. Ja. Uh, maar vroeger moesten taxichauffeurs, die moesten dus uh, op het moment dat ze een taxie examen gingen doen, moesten zij dus de hele, de hele plattegrond van Londen uit hun hoofd kennen. En Nou, Amsterdam is al uh, ja, relatief groot voor, Nederlandse groot voor Nederlandse begrippen. Maar Londen, dat zijn ontzettend veel straten, en intersections en highways. En nou, van alles en nog wat. En dan zag je dus echt daadwerkelijk, als je die taxichauffeurs voor hun examen en na hun examen. in de scanner deed, in de MRI-scanner. dan kon je zien dat daadwerkelijk in een heel specifiek gedeelte van hun geheugen. de hippocampus en dan nog ook het voorste gedeelte, dus de anteriore hippocampus. Dat dat daadwerkelijk toenam in volume. Oh. En dat is dus ook omdat dan het visueel ruimtelijke geheugen, dat doet een beroep op die anteriore hippocampus. En op het moment dat je dus als een gek gaat lopen blokken en, en daar heel veel mee bezig bent met die platte grond, dan creëer je daadwerkelijk meer volume in die hersengebieden om die skills die je dan dus opdoet daadwerkelijk toe te passen. Yeah. En dan zou je eigenlijk nu verwachten met de nieuwe taxichauffeurs dat... Uh, dat die die ontwikkeling eigenlijk helemaal niet meer doormaken, want die kijken op je op hun tomtom of op de navigatie. Dus het hippocampus is kleiner geworden ja. op dat gebied. <laughs> ja, maar dat is ook ontzettend interessant, hè? Want, want wat jij dus eigenlijk zegt is inderdaad in de hersenen het gebied dat eigenlijk kan toenemen en afnemen qua cellen. Even simpel gezegd, dat is voornamelijk de hippocampus. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook bij een depressie natuurlijk dat de hippocampus ook kleiner wordt. Maar dat betekent niet dat die klein blijft, want als je van je depressie afgaat, dan kan die weer toenemen in volume. Ja, precies, precies. Dus soms hebben we daarin denk ik een soort van een neiging om foutieve conclusies te trekken. Dus inderdaad, soms hebben we de neiging om te kijken van, hé, hey, je hebt een bepaalde verwachting, je hebt een depressie, en dat je dan een scan gaat nemen van het brein, dat je denkt van, nou ja, die gebieden zijn wel een stuk, uh, een stuk kleiner dan je zou, eigenlijk zou verwachten. En dat je dan dus als conclusie trekt van, hé, hey, je bent depressief door dat kleinere stukje in je brein, en je brein is stuk, dus ja, succes en tabee. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Het kan ja. natuurlijk ook zijn dat door de depressie dat je tijdelijk uh, minder nieuwe informatie tot je neemt en minder nieuwe informatie leert en je brein reageert daarop. Ja. Maar op het moment dat je daardoorheen breekt en weer in een nieuwe situatie komt, dan heeft dat brein het vermogen om zich weer aan te passen. Ja, super interessant. Want wat eventjes vanuit misschien uh, de neuroscience gezien, kunnen uh, zou je stap voor stap kunnen vertellen wat er gebeurt bij angst met je brein? Ja. Zeker. Ik, we kunnen ook bijvoorbeeld misschien mijn voorbeeld nemen. Uh, ik heb een angst gecreëerd voor zee. Ik denk ja. alle mensen die mij kennen, die weten dat ik en natuur... Uh, dat, dat gaat gewoon niet samen. Er gebeurt altijd iets, iets raars. Um, als ik met een kano op zee ga, dat is meermaals gebeurd. Dus het is ook niet een irreële angst bij mij. Ondertussen het is het gewoon een hele reële angst. Uh, en uh, voor het laatst werd die ook bevestigd in Mexico. Ik was in Mexico in een, een buitenzwembad... En ik zat op zo'n band en dat, en dat bracht me. Het was een soort van. Ja, hoe noem je dat? Zo'n. Uh, het is een beetje zo'n zo rivierstroming. En dat je dan op een band zit en dan word je een beetje rondgedobberd. Om, ja. om, 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 om het waterpark heen. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. En ik herinner me nog dat ik daar op die band zit en een vriend van mij roept: Chris, Chris, een slang. En ik, en ik wist op dat moment gewoon al. Als er iemand een slang tegenkomt in een zwembad of in het water, dan ben ik dat wel. Op een of andere manier kom ik de meest, meest rare dieren tegen op de meest rare plekken. Ik kijk achter me en ik zie zo'n unit van ja, een meter, een waterslang achter mij. Gewoon letterlijk achter mij zwemmen. Ja, ik raak natuurlijk half in paniek, want ik denk: dit is niet handig. Ja. Mijn brein heeft het ook nodig. Ik ben uit het zwembad gekomen. Maar, dat is, maar ik heb altijd hele rare situaties in, in, in water en, en in bergen en dat soort zaken. Maar. Mijn, om terug te komen, mijn scenario was dus in Thailand dat ik op een kaninkje stapte, wij naar een plekje wilden en toen de storm losbrak en wij bijna verdronken waren en uiteindelijk last minute met heel veel geluk zijn gered door een boot die toevallig langs vaarde, want we waren echt een paar kilometer diep de zee in. Raad ik niemand aan met een kano en al helemaal niet zonder een reddingsvest, een zwemvest. Maar dan ontstaat er een angst voor zee ja. en hoe gaat dat dan verder in mijn brein? Ja, en, en, en het is sowieso wel heel grappig, want inderdaad, je zegt ze van in mijn geval is het een reële angst, maar stel je voor dat je zegt van hé, hey, ik heb er heel veel last van dat ik zo bang ben voor de zee, dan zou ik je alsnog aannemen als cliënt om te gaan kijken hoe, hoe reëel, irreëel is dat? Ja, ik vind het prima om niet meer in zee te gaan en als ik in zee ga, gewoon niet zo diep. Dus ik kan ermee leven, dus ik heb er geen. Functionele last van. vermijding. <laughs> Precies, ja. Maar om te zeggen inderdaad dat het heel reëel is, ik denk de kans dat je verdrinkt als jij honderd keer het water in gaat. Die uh, schat ik niet op 100 procent. Nee, nee, nee. Dus uh, ik durf gewoon in een diepe zwembad te springen. Dat is allemaal geen probleem. Ja, maar misschien kunnen we daar later op terugkomen. Ja. Maar wat er dus in je brein gebeurt. Kijk, uh, wat je dus nu eigenlijk zegt: hè, van uh, je hebt één situatie meegemaakt, in, uh, waarin je uh, in een kano bent gegaan en dat je doodsangst hebt uitgestaan. Omdat het op dat moment ontzettend gevaarlijk was. Nou, die ervaring die zit in je hippocampus. Je hippocampus is dus waar je. Uh, waar je geheugen is opgeslagen en waarin je ook nieuwe informatie aanleert. Nou, en die hippocampus, dat is heel sterk verbonden met een gebiedje dat noemen we de amygdala. Onze vaste luisteraars die weten inmiddels, dat is het. We noemen het het angstcentrum, maar eigenlijk is het het centrum voor dreiging. Dus uh, amygdala die creëert geen angst, maar de amygdala is een uh, alarmknop die eigenlijk dreiging signaleert. En op het moment dat die dreiging gesignaleerd wordt, dan kan het een gevaarsignaal afgeven. En op het moment dat dat signaal wordt afgegeven, dan kan jouw brein het eigenlijk interpreteren als angst. Dus die, gaat dan een, uh, die maakt dan een connectie met je fight or flight systeem, zodat er eigenlijk op onbewust niveau jij al bepaalde zaken in gang gaat zetten om te vluchten ja. of om te vechten. En in het geval van de zee, nou, ik heb nog nooit iemand met de zee zien vechten. Misschien op het moment dat je verdrinkt, dan ga je natuurlijk wel um, ja, misschien dat dan het systeem wel aangaat qua vechten. Misschien. Ja, het is, het is gewoon meer, denk ik, uh, dat, dat sympathische zenuwstelsel, dat fight of flight, dat activeert jouw lichaam in een actiestand. En of het nou gunstig is of niet in zee, ja, dat is dan jammer. Ja. Maar je, je hartslag gaat ontzettend omhoog, je, je gaat hyperventileren, je, je, je krijgt een tunnelvisie. Ik ben al vaker bijna verdronken geweest, dus ik weet precies hoe het gaat, maar alles sluit zich af en je krijgt echt een kokervisie en je, je, je bent gewoon op survival uit en ja. je hebt heel veel energie omdat je wil overleven. Dus dat is de actiestand. Ja. Dus die en wat gaat je ook zegt op. dus inderdaad. Ook vanuit dat fight or flight systeem. Dan komen er ook heel veel hormonen vrij. Onder ja. andere dus adrenaline en noradrenaline. Die ervoor zorgen dat dat fight or flight systeem in stand gehouden wordt. En dat geeft op de korte termijn dus ook heel veel energie. Ja. Om te overleven. Ja. En dan vervolgens op het moment dat je uit de situatie bent. Of een paar seconden daarna. Je prefrontale cortex die probeert de situatie te inter interpreteren op een bewust niveau. Dus eigenlijk op onbewust niveau, dan gaat er al van alles in gang om te zorgen dat jij overleeft. Um, en eigenlijk een, een paar milliseconden later, dan ga, begin je ook te begrijpen op bewust niveau van hé, hey, volgens mij ben ik aan het verdrinken. Ja, precies. Dus, dus eigenlijk het hele scenario is geschiet. Ik, 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 zeg maar, Onze kano begon ook te zinken. Dus we, we moesten gewoon zwemmen in die stormende water. Dus dat was gewoon drama. Maar toen we eenmaal op de boot zaten en toen we aan het land kwamen, toen dacht mijn brein op dat moment, maar ik dacht dat ook heel duidelijk van, Jezus, dit scheelde echt niet veel. Het had vijf nee. minuten langer moeten duren en ik had het opgegeven. Want het was echt. Ja, zo'n zo 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 wilde zee is verschrikkelijk om in te zwemmen. Want je gaat naar boven, je gaat naar beneden, links, rechts. Er zaten ook rotsen naast ons. Dus dat was echt allemaal super gunstig. Not. Um, dus mijn brein die denkt van jeetje, phew, um, ik heb dit overleefd. Ja. En mijn brein die wil dat ik natuurlijk langer blijf leven. Dus mijn brein die creëert, zeg maar, die voedt eigenlijk mijn angst voor zee. Die maakt dat erger. En die denkt bij de volgende keer als ik in de buurt van de zee kom. van hé, hey, hier moet je niet gaan maatje. Want, uh, want dan, je weet wat de vorige keer gebeurd is. Ja. Dus, dus eigenlijk wordt er een soort van neuraal pad aangelegd in mijn brein. waarin mij wordt verteld van hé, hey, als je in die zee gaat, zou ik niet doen. Ik creëer angst. En. Angst, wij zien angst vaak iets als negatiefs, maar eigenlijk heeft het ook een goede functie. Angst... Absoluut. De ja. functie is natuurlijk dat wij in leven blijven. En, en, en het zorgt ervoor dat wij niet uh, op de rand van een berg gaan staan zonder problemen. Want dan is er een kans dat je valt. Dus het zorgt er ook voor dat we in leven blijven, maar het kan ook doordraaien. Ja, dat en... is er wel een heel belangrijk onderscheid dat je maakt. Dus angst, kijk, in die zin, het is helemaal niet erg om af en toe bang of angstig te zijn... Op het moment dat jij gaat presenteren en het wat spannend vindt, want stel je voor dat je er, um, ja, dat de presentatie niet goed gaat. Het is heel normaal om angst te hebben. En ook als je wat angst hebt, dan geeft het je ook juist die hormonen die maken dat je wat meer in de actiestand gaat. Dus ook in die zin, op het moment dat je gaat presenteren en je bent wat angstig, ja, juist die adrenaline en die noradrenaline, die maken dat je wat meer in een fight-modus gaat. En dat je misschien ook wat gepassioneerder daar staat te vertellen. En dat je ook beter toegang krijgt tot je geheugen om de dingen te vertellen die je moet vertellen. Als ja. je daar halfslaperig staat, ja, dat heeft misschien ook niet zo'n uh, positief effect. Ja, ja, dus die, ang die angst heeft ook echt een functie om je beter te laten... Hetzelfde met tentamens, toch? Je bent bang om hem niet te halen, dus je gaat hard leren. Ja. Het is ook een motivator eigenlijk, angst. Het is een hele sterke motivator zelfs. Ja. En wat we vaak, denk ik, in, uh, hebben zo van hè, de negatieve emoties, die willen we niet voelen. Maar de negatieve emoties zijn er echt wel met een reden. En um, het allerbelangrijkste, zeker in het kader van angst, is: van, hey, het is oké okay om angstig te zijn. Hè? En ook het doel hoeft ook niet altijd te zijn om niet meer angstig te zijn. Ja. Dus stel je voor dat, um, stel je voor, je hebt een ontzettende claustrofobie. En jouw werk zit op de tiende verdieping. En je moet elke keer die lift in om op de tiende verdieping te, kopen, te komen. Kijk, het doel hoeft niet per se altijd te zijn van: hé,. Hey, ik hoef niet meer angstig te zijn. Dus het is best wel oké okay dat als je elke keer in die lift stapt, dat je eventjes denkt: van... Oh, mijn hart slaat een slagje over. Zolang het je maar niet belemmert om naar die tiende verdieping te gaan. En uh, want op het moment dat je dat, dus de angst je zo laat overnemen dat je niet meer in die lift durft te stappen. En dus je baan moet opzeggen terwijl het misschien je droombaan is. En dat je dan dus heel erg thuis zit, omdat je denkt zo van, hé, hey, waar ik ook naartoe ga, ik kom misschien in een lift terecht, of ik moet misschien in een auto zitten, of in een trein zitten. En dat vind ik zo beangstigend, dus ik ga maar niks meer doen en ik ga thuis zitten. Ja, dan pas wordt het een probleem. Ja. Yeah. Maar soms zijn we heel erg aan het vechten tegen de angst. Terwijl eigenlijk de vraag is van, hé, hey, kan je leven met de angst? Kan je de dingen doen die je wilt doen, ondanks dat je daar zo nu en dan uh, angstig van wordt? Ja, en dit is ook ontzettend interessant, want. In die eerste twaalf of zestien jaar van je leven wordt natuurlijk je brein gecreëerd. Daar, ons, daar gebeuren dingen waar dus inderdaad een beetje, daar gebeuren microtrauma, laten we het even zo noemen, er gebeuren dingen die je mist of die je aangedaan worden. En op dat moment ontstaan er ook neurale paden waar jij in, in, op latere leeftijd tegenaan zult lopen. Dus zelden met, uh, ja, ja, een beetje bij angsten die zeg maar uit proporties is, ik kan mij, wat wij vaak zien bij onze cliënten, is dat die mensen vaak niet weten waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Wat is er nou gebeurd dat jij zo heftig nu reageert met zo'n angst op, op, op iets wat eigenlijk best wel meevalt? Dat kan de opvoeding zijn van je ouders, maar het kunnen ook bepaalde dingen zijn die je zijn overkomen. En soms moet je dus ook, om angst goed te kunnen aanpakken. Kijk, je kan natuurlijk altijd, en dat zullen we ook in deze podcast doen, de symptoomgerichte aanpak toepassen. Dus inderdaad, wat je bij angst doet en vaak is dat gewoon confronteren. En er gewoon voor gaan. Maar soms zit het toch dieper dan dat. En dan moet je dus echt naar de kern toe. En we zien wel geregeld terug dat angst vaak een link heeft met wat er vroeger ooit in je opvoeding is gebeurd of in je eerste jaren. En mocht je thuis herkennen en denken van hé, hey, misschien, misschien werkt die angsttherapie niet zo goed bij mij. En speelt er misschien wat meer. Dan zou je dus ook naar de kern kunnen toe gaan. En mocht dit interessant voor je lijken of klinken. Uh, dan zou je daar ook meer informatie over kunnen vinden, over ons kerntraject. Want dat is namelijk een traject waarin we kijken naar je kern in plaats van symptoomgericht. We kijken naar wie jij bent als een persoon. We kijken naar je levensnetwerkanalyse. We kijken naar je brein. Waarom creëert je op een gegeven moment die angst op dit moment? En uh, we gaan dus heel diep, we gaven dus heel diep. Dus het is ook niet helemaal voor iedereen weggelegd, want er kunnen ook nogal wat pijnlijke dingen daarboven komen. Dus je moet er ook wel een beetje mentale ruimte voor hebben. Maar als jij denkt van, hé, hey, ik vind het interessant, ik wil mijn klachten vanuit mijn kern aanpakken... Kijk dan voor meer informatie op www.christenijsja.nl slash kerntraject. En um, ja, lees je daarin. Het kan in ieder geval heel erg verhelderend zijn. En het kan ook ervoor zorgen dat de interventie die nu niet helpen op dit moment, dat dat toch wel de laatste finishing touch is. Maar even terugkomend. Dus inderdaad, uh, we hadden het net over die angst. Wat er dus gebeurt in je brein met ja. de angst. Um, wat, hoe, zou je, hoe zouden wij ons brein kunnen hertrainen? Want dat is eigenlijk de vraag van de luisteraar. Hoe zouden we ons brein kunnen hertrainen. middels die neuroplasticiteit. om ervoor te zorgen dat wij minder angst hebben? Ja, wat heel belangrijk is. is wat je net ook aangaf. is van. Hey, je moet je angst aangaan. Dus als je klachtgericht gaat kijken. dan wil je eigenlijk vooral je angst aanpakken. Dus op het moment. Hè, in jouw geval. Jij bent, bang, uh, jij bent bang voor de woeste wilde zee. omdat je natuurlijk een ervaring hebt gehad. waarin dat bijna helemaal verkeerd was afgelopen. en je toen de tijd doodsangst hebt uitgestaan. Dan zou je dus inderdaad willen kijken van hé, hey, is dat reëel of niet? En um, ook die angst weer aangaan. Dus op het moment dat jij zegt zo van hé, hey, het is mijn droom eigenlijk om in Ibiza op een eiland te wonen. En uh, als ik op Ibiza zou wonen, zou ik het eigenlijk wel heel erg ongelukkig vinden als ik nooit de zee of een zwembad in durf, omdat ik zo bang voor water ben. Um, dan kan dat een hele goede reden zijn om die angst aan te, aan te willen pakken. Ja. En jouw angst, uh, het is heel logisch dat jij doodsangsten hebt uitgestaan op het moment dat je strandde, terwijl het bijna donker werd en je uiteindelijk door een boot gered moest worden. Maar ik hoorde je daarna ook tussen neus en lippen doorzeggen dat een, een, een diep zwembad, dat, dat je dat uh, wel durft of niet durft en dat een ondiep zwembad, dat vind je al uh, fijner. En misschien een rustige zee, dat vind je misschien ook al eng. Dus wat je zou kunnen doen, is je zou kunnen gaan kijken naar een soort van een angsthierarchie. Van, hè? Want die, die, die wilde zee om vijf uur s middags in Thailand... op het moment dat het donker wordt en je zit in een kano, je zit tussen rotsen... ja, het is heel logisch dat je daar bang voor bent. Want je, ging ook, ja, je strandde bijna en dat kan heel verkeerd aflopen. Maar in die zin, in, 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 een rustige zee of een meer... Ja. Of een diep Laat, zwembad, laten of we een... daar beginnen, ja. <laughs> of, of misschien zelfs in jouw geval een kinderbadje, <laughs> <laughs> waar je tot je knieën in het water zit. Kijk, je kan gewoon een angsthirurgie maken. En dan zou ik bij jou inderdaad wel benieuwd zijn. Kijk, um, dus de wilde, de, dus de diepe zee in Thailand, waar je bijna gestrand bent van vijf uur s middags, met een storm. Hoeveel angst geeft jou dat op schaal van 1 tot 10? Nou, ik heb er uh, toevallig ook MDR op gedaan, dus die angst is al stukken minder. Uh, maar op dit moment? Een uh, vijf of zo? Een vijf. Dus het valt best mee. Dat valt eigenlijk best wel mee, inderdaad. Hè? Ja. En stel je voor dat je nu zou gaan zwemmen in een meer: dus hè, niet een grote golven, maar wel diep water. Ook een vijf. Ook een vijf. Diep zwembad? Nul. Oké. Okay. Ik ben een beetje een aparte cliënt, hè? <laughs> <laughs> nou, dat maakt allemaal niet uit. Het was gewoon meer uh, typerend. Ja. Dus het was leuk ja. geweest als je een beetje wisselende cijfers had gegeven. Precies. Maar in die zin, je kan gewoon een hiërarchie maken... van uh, in hoeverre je angst... Uh, ja, hoeverre dat angst geeft. En officieel gezien zou je dan eigenlijk met de sterkste angst willen beginnen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg bang bent voor de diepe wilde zee... we zouden je niet gunnen dat je dan hè, met een storm dat doet... Maar, op, maar eigenlijk het allerliefst zou je eerst in zee willen beginnen. Want op het moment dat je dan denkt van hey, ik was zo bang voor zee... want het is diep en er zijn golven en er gebeurt niks... dan is eigenlijk de, het verschil tussen je verwachting... en wat er daadwerkelijk gebeurt, die is het allergrootst. Dus ja. je eigenlijk je verwachtingsdisconformatie. Maar op het moment dat dat onhaalbaar is... dan zou je er ook voor kunnen kiezen om te beginnen in een zwembad... en niet kunnen staan en dat je dan naar een meer gaat... en dat je dan pas naar de zee gaat als het rustig is, en dan naar de zee als er bijvoorbeeld vloed um, is. Ja, dan ga je een stapje, een stapje eigenlijk lager zitten. Ja, en zo train je eigenlijk je brein... dat door de ervaringen die je hebt, hertrain je je brein. Dus je hebt nu een heel duidelijk angstpad in je brein... voor die wilde, wilde wo woeste zee. En je wilt eigenlijk een parallelpad gaan creëren in je brein... die zegt zo van, hey, op het moment dat ik de zee ga of het kan helemaal slecht aflopen zoals die keer dat ik heb gehad... Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld dat je tegelijkertijd denkt: hé, hey, of ik ga in de zee. En het loopt eigenlijk allemaal wel los en het valt reuze mee. Ja. En op het moment dat er heel, een hele wilde zee is of het wordt donker, dan is het eigenlijk ook alleen maar goed dat je ook een pad hebt die zegt: hé, hey, het is gevaarlijk. Ja. Dat op het moment dat jij, ja, zoals um, hè, voordat je naar Thailand ging, als je dan dat pad had gehad, dan had je niet zo'n. Uh, ja, zo, zo, zo Levensbedreigende keuze gemaakt. Ja, maar daarom, dus, dus dat is. Een beetje wel... angst is goed. Ja, precies, maar dat is ook wel interessant in mijn geval dan. Um, zeg maar dat, dat in zee stappen en dan bijna verdrinken, dat is een geïsoleerd trauma. Dat EMDR en dat is weg. Maar waar ik eigenlijk, uh, en, en, en ik heb zelf ook het kerntraject uh, gedaan en gevolgd, bij mij kwam er meer naar voren van dat ik eigenlijk een beetje bang ben voor onvoorspelbaarheid. Dat ik de controle kwijtrak. En dat kwam omdat ik heel veel oncontroleerbare ellende heb meegemaakt. En mijn moeder ook best wel iemand is die denkt van... oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Omdat zij in een situatie verkeerde, langdurig... waarin heel veel dingen ook gevaarlijk waren. Ja. Dus bij mij was dat meer mijn kern. Dus ik kan wel die, de zee aanpakken... maar als ik een berg inloop, dan word ik ook een beetje bang. Als ik een jungle inloop, word ik ook een beetje bang. Of als ik ergens ben waar geen voorzieningen zijn... stel je voor... Weet ik veel, in een woestijn ben ik ook een beetje bang. Ik denk van ja, maar wat nou als die kameel. Als, ik wilde bijna zeggen als, als een benzine op is. Maar <laughs> stel dat de kameel niet meer wil lopen. Wat dan? We zijn niet met z'n tweeën. Dus ja. daar zit bij mij ook een dingetje wat meer terug in de kern. Dus dat is het wat, wat, wat diepere, zeg maar, de diepere oorzaak. Die controle. Dat je geen controle hebt. Het onvoorspelbare. Daar ben ik een beetje bang voor. Snap je? Dus, dus die zee was gewoon een. Extra trigger en ik durf gewoon in zee te stappen, maar ik hoef niet die diepe, diepe zee en dat, dat hoeft van mij niet. Nee, en, Heb je? en dat is heel belangrijk, want naar de kern gaan is altijd heel, is soms ook gewoon echt nodig. Want ik kan me ook nog een cliënt herinneren, dat was van een uh, langere tijd geleden. En op het moment dat zij dus, um, ze had een zoon van 10 of 12, en op het moment dat zij niet met haar zoon was, dan was ze echt ontzettend bang. Ze was zo bang om niet met haar zoon te zijn. Dus ook op het moment dat hij bijvoorbeeld bij vriendjes ging spelen en hij zou om drie uur thuis zijn en hij kwam om kwart over drie thuis, dan had ze hem al twintig keer gebeld. En als ze aan de telefoon geklusterd en dan had ze allemaal angst en doemdenkbeelden in haar hoofd, dat er vreselijke dingen met hem zouden zijn gebeurd. Mm -hmm. En dat maakte dus dat zij altijd met hem samen wilde zijn en dat ze eigenlijk echt extreem overbeschermend over haar zoontje was. En op het moment dat ze dan teruggaat, van hé, hey, waar ben je dan precies bang voor? Ze had dus de angst dat zij dus um, bang was dat hem iets aangedaan zou worden. En specifieker dat hij misbruikt zou worden. En dat kwam er bij haar vanuit de kern, omdat zij dus twintig um, jaar geleden was in Brazilië op vakantie geweest. En daar was hij verkracht. Mm -hmm. En dat heeft zoveel impact op haar gemaakt, dat, um, dat eigenlijk de, de rest van haar hele leven was ze gewoon eigenlijk heel erg bang voor mannen. Mm -hmm. En ze was ook heel erg bang dat haar zoon, waar ze zo erg van houdt, dat hem ook zoiets vreselijk zou overkomen. En op dat moment. Kijk, je kan heel erg klachtgericht gaan kijken. van... oké, okay, ga nu testen dat je zoon, hè, dat hij wel naar schoolreisje gaat of dat hij wel dingen doet. En ga opschrijven waar je bang voor bent en ga testen of dat uitkomt of niet. Maar bij haar zat die angst zo diep. Dat je bij haar eigenlijk ten eerste dat trauma wil verwerken. Maar daarnaast ook een, heel, een hele jeugd eigenlijk aan ellende, waarin anderen haar hadden teleurgesteld en zij bang was voor andere mensen... Um, eigenlijk moet je dan naar die kern gaan. Dus dat gevoel van onveiligheid. Ja. Want zij voelt zich dus in de kern heel erg onveilig... en om die controle eigenlijk weer terug te pakken... om zich veilig te voelen. En dat projecteert ze dan nu op haar zoon. Want ze ja. denkt, ik geef zoveel om jou dus, hè. Dat er dingen zelf gebeuren, dat maakt haar eigenlijk nog wat minder uit. Maar dat haar zoon iets zou overkomen, dat was echt haar allergrootste angst. Ja, dat is zo interessant inderdaad. En dit is dan... Dit, dit zijn dan dingen waarvan je denkt: er zijn echt grote, grote trauma's, natuurlijk, die haar zijn ja. overkomen, natuurlijk. Maar heel vaak is dat ook minder groot dan dit. Maar alsnog hebben mensen daar last van. Dat er in die wortels iets is gebeurd, waardoor de blaadjes, zeg maar, nog steeds klachten vertonen. En, en dat is dus zo ontzettend interessant aan het KENT-react. Dus als je thuis zit en je vindt het interessant, kijk op onze website www.kustenaasje.nl/slash react en lees daar meer informatie over in. Terugkomend op de vraag, hè? dus hoe train ik mijn brein hiervan af? Hebben we dat eigenlijk beantwoord? Want wat we eigenlijk dus zeggen is inderdaad, en dat is ook wat we echt willen motiveren: hoe vaker je iets doet, hoe, hoe meer je jouw brein traint in neurale ja. paden. En hetzelfde met therapie. Hoe vaker jij naar therapie gaat, hoe meer je jouw brein traint om, om andere routes aan te leggen. Maar dat geldt dus ook bij angst zo. Zeker. En hebben we dat nu een beetje voldoende? Dus, dus wat jij zei eigenlijk, eventjes misschien in een notendop om de vraag te beantwoorden. Dus, Eigenlijk exposure, dus eigenlijk uh, ja. jezelf blootstellen blootstellende situatie. Want vermijden, of dat nou emotioneel is, of met koping, of uh, fysiek, zodat je niet meer in de zee gaat bijvoorbeeld, dat, dat voedt alleen maar de angst. Ja, zeker. Dat maakt het alleen maar erger. Ja, want dan trekt je brein dus de onterechte conclusie. Dus stel je voor in jouw geval: jij hebt nu een eigen associatie van water is gevaarlijk of de zee is gevaarlijk. En op het moment um, dat jij nu zegt zo van hé. Hey, Um, ik ga niet dood, want ik ga de zee niet in... dan voedt dat eigenlijk alleen je angst voor zee. Ja. ja. Dus hoe meer jij water gaat vermijden... hoe meer jij jouw brein de conclusie trekt van... hé, hey, ik leef nog, omdat ik niet in de zee ga. En die zee die krijgt steeds een grotere betekenis dan eigenlijk in jouw angst. Die wordt steeds groter en groter. Ja. En in jouw geval, um, kijk, de zee vermijden. Kijk, we wonen nu in Nederland. We wonen, in Nederland. Ja, <laughs> we wonen niet aan het strand en we zijn niet omgeven door een meer. Het is niet dat we in een fort wonen en elke dag het water over moeten om uh, boodschappen te kunnen doen. Dus in jouw geval is het best wel makkelijk, denk ik, om de zee te vermijden. En het is de vraag van, hé, hey, wil je die angst aangaan? Maar stel je voor dat je inderdaad bang bent voor liften, of dat je bang bent voor de auto, of dat je überhaupt bang bent voor het vrouwelijke of het mannelijke geslacht. Dan beheerst dat zo erg je leven, dan kan je eigenlijk gewoon niks meer doen. Ja, ja. En op het moment dat je merkt zo van: hey, het interfereert dusdanig met mijn leven, uh, dat ik eigenlijk veel minder gelukkig ben, veel minder positief ben, ja, dan moet je er echt iets mee. Ja. En dan kan je dus gaan denken aan zo'n angsthierarchie. Ja, dus en, inderdaad, dat is de eerste. Dus hoe train je, je brein met zo'n angsthierarchie? Ja, en het dus echt daadwerkelijk gaan doen. Ja. Uh, dus acties, dat is eigenlijk de sterkste motivator voor je brein om te leren. Ja. Um, en, en een tweede optie zou inderdaad zijn, is dat je je gedachten wat meer gaat onderzoeken. Dus bijvoorbeeld met die, brouw, met die vrouw die bang was dat haar zoon misbruikt zou worden. Zij dacht dus dat de kans dat hij misbruikt zou worden op het moment dat hij naar schoolreis ging, zij dacht dat dat 50% was. Hm. Ja, dat en dan stelt... kan je gaan onderzoeken van hey, um, maar laten we eens gaan uitzoeken inderdaad, van hey, um, wat is de kans dat hij alleen is met iemand tijdens een schoolreisje? Ja, die is al heel klein. En dat dat een volwassene is en dat dat toevallig een pedofiel is en dat dat uh, dat hij niet weg kan komen, dat hij niet gaat schillen. Dat kan je allemaal, allemaal gaan onderzoeken. Ja, heel interessant. Om, op, op, op pragmatisch vlak dan, hè? op uh, klachtgericht vlak. Dus je kan ook je gedachten gaan onderzoeken. Of op het moment dat je denkt van, hey, ik ben bang voor zee, dat je elke dag tegen jezelf zegt, op het moment dat jij zee ziet, ik ben veilig, ik ben veilig, de zee gaat me niks doen, ik ben veilig. Het is, uh, ik kan roepen, het, ik ben veilig. Ja, ja. Het is een angst van vroeger, maar ik heb dat verwerkt. Ik heb traumatherapie gedaan, de zee heeft geen macht meer over mij. Ja, precies. En daarmee creëer je dus eigenlijk een soort van parallelle wegen in jouw neurale paden. Ja. Waardoor je jezelf eigenlijk ook wat meer gerust kunt stellen. Dus die affirmatie geeft. Ja. Waardoor jou, inderdaad, jouw amygdala minder afvuurt. Jouw zenuwstelsel wat minder afvuurt via je hypothalamus. Dus, 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 dus het werkt echt. Herhaling is key. En uh, ik denk, hoe train je je brein ervan af, inderdaad, wat jij zegt? en... Probeer ook die discomfort, dus die iets wat niet lekker voelt, of die comfortzone, probeer daar ook uit te stappen. Daarmee train je je brein ook van, hey, als, ik, als dit zeg maar uit, buiten mijn comfortzone is, dan is het niet zo erg. Er gebeuren niet hele heftige dingen. Nee. Dus, dus daarmee train je inderdaad je brein. Je brein is neuroplastisch. Jij kan dit. En als je hier tegenaan loopt, stuur ons dan een DM of stuur een reactie. En dan denken we gewoon graag met je mee. Ik denk dat we de vraag wel beantwoord hebben hierbij. Ik hoop het ook. Ja, ik denk het wel. En, um, ja, mocht jij dit een interessante aflevering vinden... laat het dan vooral weten in de comments of in de reacties. Uh, laat een duimpje achter of laat sterretjes achter. En vergeet vooral ook niet te abonneren. En dat abonneren, dat helpt ons enorm. We zien namelijk dat minder dan 50% van alle luisteraars van ons... of ja, de wekelijkse luisteraars, nog niet geabonneerd is. Dus wil je ons een pret doen, wil je ons blij maken... Vergeet dan niet te abonneren. Dat helpt ons, maar dat helpt ook vooral ervoor de, de zorgen dat deze podcast bij meer mensen terechtkomt die dit echt nodig hebben. Dus je helpt niet jezelf ermee, je helpt ons niet ermee, maar je helpt ook andere mensen ermee. Dus uh, dat is een uh, mooie weldaad die je nu kunt verrichten. Ik zou zeggen Aisha, dankjewel dat je er weer bij was. Jij ja, ook. Graag gedaan en voor jou tot de volgende week.